Dus we staan eigenlijk nu hier op de plaats waar hij gerust heeft. Waar hij een tijd lang gerust heeft. Ja. Ja. Dus tussen 1622 en 1786. Ja. Een staat van zaligheid, maar toch nog altijd ook actief. Aandacht voor de medemens. Dus voor de medebroeders en degenen die in hem geïnteresseerd waren en in de boodschap die hij te zeggen had. Dus, ja. Zullen we de roos dan hier leggen, ja, op deze plek, want dit is dan toch de meest aangewezen, ja, plaats. Wanneer men je opdraagt om voor de zieken te zorgen, dien hen met blijdschap, zachtaardig en ootmoedig en zonder tegenpruttelen. Zijn ze lastig en onhandelbaar, bedenk dat je Christus dient. Betoon zoveel zachtmoedigheid en goedertierendheid, dat zij verlegen mogen worden, voor God en voor u. Die armer en zieker zijn en minder vrienden hebben, dien hen met voorkeur. Kijk niet alleen naar degene die je dient, maar meer naar God, om wie je dient. Waak er nauwlettend over dat je de zieken niet krenkt of hen verdriet aandoet, door wat je zegt of doet of door je gedrag. Maar wanneer je ervaart dat de zieken verdrietig of ongeduldig zijn, troost hen dan met het lijden van ons Heer en van de heiligen, hoe zij opgewekt hun lijden hebben gedragen. Daarom leven zij nu glorievol en zalig in het eeuwige leven. Wanneer de zieken iets verlangen dat ze nodig hebben, bezorg het hen zo vlug mogelijk. En verlangen zij iets dat hen nadelig is, omdat ze er nog zieker van worden, doe alsof je het niet verstaan hebt of gehoord. Willen ze het toch hebben, zeg hen dat het hen schade kan brengen. En blijven ze dan aandringen, vraag het advies van je overste, of van degene die er meer verstand van heeft dan jij. Wat je voor hen ook klaarmaakt, spijs of drank, doe dat netjes en bereid het zo smakelijk mogelijk. Zo geef je hun voldoening en bewaar je de vrede van beide kanten.